zien hoe het er omheen is. Ja. Mooi systeem. Hè? Mooi systeem. Ja. Eenvoudig, simpel. 40 Bed nummer 2. Nou, u bent de eerste eigenaar van deze silo geweest, ja, he? Die hebben wij in 75 aangeschaft. Oké, okay. In de Flevopolder heeft hij... Lelystad, ja. Lelystad heeft hij gedraaid. Ja. Altijd naar tevredenheid? Wisselend, maar je bleef altijd nog weer uitzoeken om het weer eenvoudiger en simpeler te maken. Maar het is een heel gecompliceerd systeem. Maar deze nieuwe boer Roda, jongen, dat is... technicus bij uitstek, dus het komt heel goed. Maar ja, we hadden de gras in en dan een heel telescoopsysteem in de staal, dat die koeien helemaal automatisch gevoerd zullen worden. Ja. Nou, vroeger zei ze... Nee, 74, 75. Vroeger. Nou, dat was 1, 2 jaar en dan was het wel een beetje over, hè. Maar dat heeft bij honderden boeren dat zo gedraaid. Zowel in Friesland, in Noord-Holland en in de Flevopolders. Het is een tijdje een heel populair systeem geweest. Ja. Vooral doordat de conservering in de silo perfect is. Dat is 110% hoor. En er is ook geen één ander systeem wat daar tegenop kan. Maar ik ben ook wel blij dat ze hier staan en niet meer bij ons. Maar voor mij is het een heel ander product. Ja. Niet te vergelijken eigenlijk. Mechanisatie. Nou, we hadden één met marge en één met gras. Oké. Wij denken om ons te betrekken. Ja, broer? Ja. Hestem? Hestem? Ik hem. Mijn broer, jij houdt toch vooral van nieuwe dingen? Nieuwe ontwikkelingen? Ja. Ouderwets wat weer nieuwerwets. Ouderwets wat weer nieuw. Duurzaamheid, jongen. Duurzaamheid. Duurzaamheid. Ja. Ook nog. Ja, want dat komt bij je oude stagebedrijf vandaan. Wat zeg je? Dat komt bij je oude stagebedrijf vandaan. Ja, daar had ik altijd al contact wel mee.
En ik heb altijd bij stageboeren geweest die silo's hadden. Dat was misschien toeval, maar zo is het wel een beetje ontstaan. En ik vind het gewoon een mooi systeem, maar ik ben erachter gekomen voor mais. Leent het zich eigenlijk nog veel beter dan voor graskuil. Ja. En dat zit hem in twee dingen, dat je dus bij de oogst niet afhankelijk bent van tot wat langer goed weer en om het iets droger te krijgen. En de inkoopcapaciteit is dan beperkt met mais. En ik koop mais aan, ik hoef op deze grond geen mais te telen. En dan kan ik gewoon bestellen wat ik per dag kwijt kan. En die capaciteit valt je ook nog mee. We blazen wel 80 ton per uur naar boven. Dus dat valt best mee, maar in die orde van grootte laat ik thuis komen hier. En dan is dat gewoon twee, drie dagen heb je daar een werk van. En daarna is het een kwestie van voeren. De bovenste buis eruit halen, dat er een schacht ontstaat, waardoor het gewoon naar de midden toe gebracht wordt. Het verzeild naar onderen valt en met een vijzel naar buiten gaat. Het is een hele simpele mechanisatie, een paar elektromotors. Het kan weinig aan stuk. Het is ook simpele techniek, vraagt weinig vermogen en energie. En ik denk dat het in de toekomst ook nog prima aansluit bij het eventueel automatisch voersysteem. Dan staat de eerste voorraadbak er maar vast. Zo moet je het zien. Ik heb er wel vertrouwen in. Hoeveel ton gaat er ook weer in? 500 ton, dat gaat er wel in. Ja. Nee, 800. 800 hoorde ik net. 15, 16 hectare keer 50 ton is 800 ton. Dat hebben wij er wel in gehad. Eén silo? Ja. Ja, heb je na de mais? Nee. Normaal. Ja, dat is vleugelpolder, hè? Ja. Ja, maar zonder weegbrug waarschijnlijk. Ja, denk ik ook. Nee, maar wij ook altijd 50 ton per hectare of meer. Oh, ho, ho, ho. Nou, met die landprijzen maakt het ook wel. Nee, maar dat is echt waar, broer. Nou, wij ook ze nooit onder de 50 ton. Echt niet. Ton inkrijgen. Of 4,6 of 4,5. Nou, dat is een vol. Nou, maar als je het koopt, dan weet je elke ton die komt natuurlijk. En als je het. En vorig jaar was het te droog. En dan hield het met 480 ton. In één kilo? Hoeveel grind heeft er dan omzien? Een halve meter. Ik kan hier niet een meter zetten. Dus.